het snoeien van een haag. Bij tuinplant.nl hebben we een groot assortiment haagplanten. Zodra u hem in de tuin wil gaan planten, is het verstandig om gelijk een mooie haag ervan te knippen. Dus bovenkant even toppen en de zijkanten. Zodra u de haag heeft staan, kunt u het beste met een snoeischaar dit doen. Als de haag eenmaal al wat ouder is, kunt u het prima 2 tot 3 keer per jaar snoeien. Snoei nooit wanneer het boven de 25 graden is of het vriest. U doet het als volgt. Bovenkant haalt u altijd gewoon de kopjes eraf. U knipt nooit in het oude hout, want dan wordt het niet mooi. U haalt de oude blaadjes weg. En u heeft weer een prachtige haag. Dit doet u dan ook weer aan de zijkant. En zo houdt u het hele jaar door een prachtige haag.